Yes, een nieuwe Tespeldaan update met een nieuwe presentator. Mijn naam is Jim Kuipers en ik neem jullie voortaan mee door de laatste ontwikkelingen op ons landgoed. Het is bijna Koningsdag en er zijn nog maar weinig starttijden beschikbaar. Maak kans op mooie prijzen en steun het goede doel de Honingraad. Het kinderdagcentrum voor meervoudige gehandicapte kinderen. Vorig jaar hebben wij hen kunnen verblijden met 2 duo-fietsen ter waarde van 5000 euro. Wat is er dan te winnen? We hebben 40 greenfiets ter waarde van totaal 3000 euro. De mooiste banen van Nederland zitten daarbij. Ja, het is wel genieten. De weersvoorspellingen zijn fantastisch. En lekker slokkie erbij en dan komt het helemaal goed. Reserveren doe je door een starttijd te boeken voor 27 april. Meer is niet nodig. We blijven ontdekken en ontwikkelen in onze keuken. We hebben weer een heerlijk nieuw menu chef samengesteld. Met deze maand op het menu als voorgerecht vitella tonnato op verrassende wijze. En we hebben bloemkoolsoep met paling. Als hoofdgerecht entrecote met aardappelmousseline en Hollandaise saus. En een helbot met sojabeurre blanc. En als dessert een ananascompot met vanilleijs. En een kaasplateau. Het is weer tijd om je golfspel te verbeteren. Met een tip van Tjeerd. De enige slag waarbij je de bal niet hoeft te raken. Ik ga uitleggen hoe je heel simpel uit de bunker kan komen. Oké, downhill bunkerslag. De meest voorkomende fout, dat amateurs de schouders naar rechts laten hangen. Zo zit hier mijn laagste punt en heb je dus geen kans. Dus schouders altijd parallel met de heuvel. Gewicht goed op links, nu 80% en sla naar beneden. Heel simpel, oefeningetje, 3-4 centimeter voor de bal, streepje trekken. En slaat zand uit de bunker. Gaat de bal mee. De open top trouw locatieroute van deze maand was weer een groot succes. Er zijn veel nieuwe bruidsparen langsgekomen. En voor 2023 worden de plekjes in de agenda steeds schaarser. Ben je ook benieuwd naar de mogelijkheden? Kom eens langs, dan laten we je de mogelijkheden zien. Dat was hem weer. Tot de volgende update.